tell us the significance of this achievement for the first time in Ghanaian football history. First, you are the history-making coach. Yeah, first of all, I have to thank my players. Tom, hoe is het met u? Goed op dit moment. Natuurlijk is je gekwalificeerd voor de eerste keer. Voor mezelf, maar ook voor het land. Dan is dat een heel fijn gevoel. 2,5 jaar geleden aan een project begonnen. Met heel veel ambitie zelf. Ik had me dat eigenlijk in 5 jaar tijd maar 1 kwalificatiewedstrijd kon winnen. Maar ik geloof wel in de kwaliteiten. En als je dan samen met het team, de technische staf, medische staf, met de spelers, met iedereen rondom jou iets kunt neerzetten, is dat een heel leuk gevoel. Dat was natuurlijk nooit verwacht. Hè. Wij kwamen als enige land op de pre-kwalificatie tegen Djibouti, omdat we bij de slechtste acht gerangschikte FIFA-ranking Afrikaanse landen zijn. En we zitten dan in de groep met Gabon. Onder andere Aubameyang speelt daar, Boanga, allemaal goede voetballers in Europa. Die staan 83ste. Congo zelf stond 56ste, nu 60ste op de wereldranking. Angola 120ste. Eigenlijk alle drie landen die altijd kwalificeren voor het Afrikaanse kampioenschap. En met de loting was ik helemaal niet blij. Maar we zijn goed begonnen. En dan, als je dan groepswinnaar kunt worden, dat maakt het nog leuker. Hè? Dat had niemand verwacht. Niemand in het binnenland, niemand in het buitenland. Maar dat bewijst dat we wel een goede groep hebben en dat we goede kwaliteit hebben. Gambia is het kleinste Afrikaanse land in grootte op het vasteland. Kleiner dan Lesotho, kleiner dan Swaziland, het huidige Eswatini. En ja, 2 miljoen inwoners. Ze hebben altijd opgekeken naar de grote broer, Senegal, die het buurland is en waar heel wat gelijkenissen mee zijn, maar die dan wel een gerespecteerd voetballand zijn, WK, Afrika Cup. En dan eindelijk mogen we deel uitmaken van de elite van het Afrikaanse voetbal, waar ze al jaren op gewacht hebben, waar heel veel trainers, heel veel spelers hebben geprobeerd in het verleden. Dat het dan nu lukt, ja, die ontlading was enorm. En de mensen zijn in tranen uitgebarsten. En ze zijn natuurlijk heel fier op wat we hebben kunnen verwezenlijken. Wat ik ook altijd zie bij een kwalificatie, dat de spelers de coach in de lucht gooien. Na een kwalificatie, na een toernooiwinst of zo, deden ze dat ook bij jou? Nee, ik denk dat ik nog eerst een beetje kilo's moet kwijt te geraken. De coronakilo's, waar heel veel mensen over praten, daar heb ik ook een probleem mee. Dus ik denk dat het veiliger was om het niet in de lucht te gooien, om geen rugblessures op te lopen. Maar ik heb wel heel veel water over me heen gekregen. Er zijn mensen op mij gesprongen. En ik heb heel wat koud water over me heen gekregen. En dat heeft ook deugd. En dat was veiliger voor hen. Dus dat was beter. En een paar dagen geleden op jouw verjaardag een contract verlengen van 5 jaar. Ja, om eerlijk te zijn had ik die al getekend in januari. Maar die mocht nog niet naar buiten komen. Dus ik had het eigenlijk al verlengd voor 5 jaar in januari. Maar het moest geheim blijven. En natuurlijk na de kwalificatie met de winst tegen Angola was het perfect. En dan grappig op mijn verjaardag. Dus, voor mij was het ook een bewuste keuze. Ik had in het verleden heel vaak de reputatie van de trainer die nooit ergens lang bleef. Vaak door noodzaak. Ik ondertekende 3 maanden contract met Malawi, 3 maanden met Bangladesh, 5 maanden met Ethiopië, omdat die bonden geen budget hadden om na die periode een buitenlandse trainer aan te stellen. Vaak zelfs geen trainer aanstellen, omdat er dan een periode was van 8, 9, 10 maanden zonder wedstrijden en dan wou ze niet investeren. En nu ben ik bij een land dat er wel in wil investeren, dat wel professioneel wil werken. En dat is altijd goed voor mijn cv om wat stabiliteit te hebben. Plus daarnaast geniet ik elke dag om met deze groep te werken. En ik geloof dat deze kwalificatie een begin is van nog veel meer. Ik denk dat we echt een potentie hebben om op het Afrikaanse kampioenschap een goed figuur te slaan, om regelmatig ons te kunnen kwalificeren voor de toekomst van deze toernooi. En de grote droom blijft om ooit naar een WK te gaan als bondscoach. En in 2026 zullen 9,5 Afrikaanse landen naar het WK gaan. Weten dat we nu al een goede groep hebben, die heel veel jongens van 18 tot 23 hebben. Dus er gaat nog heel wat evolutie in, er zit nog heel wat rek in zitten. En als we dan goed kunnen doorontwikkelen, dan kunnen we misschien wel meestrijden voor een van die plekken op het WK.
dat moment is een fysiek sterke spits met een geweldige mentaliteit en een goede kerel. Hij is bij mij een tweede, derde spits in dat opzicht dat wij Hassan Cissé hebben, die de laatste 2,5 jaar sinds bij Koos 7 doelpunten in het nationaal elftal gescoord heeft. En die speelt voor FC Zürich in Zwitserland. Is een ander type. Balamossi is een wereldlichamelijk fysieke spits. En Hassan is een meer box in de box spits. Maar Balamossi is een heel nuttige spits. En vooral als het moet openbreken, als je achter staat of je speelt tegen een muur van een tegenstander, komt hij altijd in en zal hij altijd vechtlust tonen, weet je, de duels. En creëert hij ruimtes voor anderen. Voorlopig heeft hij nog geen doelpunt gemaakt voor het nationaal elftal. Maar hij is wel een vaste waarde eigenlijk in de selectie van het nationaal elftal. Omdat ja, we kunnen hem heel goed gebruiken in bepaalde momenten. Aan tafel van tegenstreven van de verloop van de wedstrijd. En ook zijn persoonlijkheid in de groep wordt enorm gewaardeerd. Dus ik vind het een goede voetballer, een jonge voetballer. Die nog veel kan groeien met de juiste begeleiding. En die eigenlijk alles in zich heeft, als hij nog verbetert in bepaalde punten, om ook in België een meerwaarde te zijn voor de competitie. Ja, want het is een grote spits, maar hij heeft ook best wat snelheid, hè? Ja, hij is heel explosief. Zowel sprongkracht als zijn snelheid zijn heel goed. Hij is zeker niet traag. Heel vaak denken we met lange spitsen dat die redelijk traag zijn. Maar hij heeft snelheid. Hij kan heel goed ook in druk zetten, al verloren bal en dergelijke. Ja, je bent natuurlijk ook bondscoach. Ik veronderstel dat je dan ook KV Kortrijk een beetje volgt. Klopt. Jammer genoeg, door corona is het bezoeken van wedstrijden minimaal. Voor corona zat ik eigenlijk elke week, of was het in België, of in Italië, of in Zwitserland, of in Zweden, of Noorwegen, of ergens anders, ging ik heel veel wedstrijden bekijken. Nu, gelukkig dankzij TV, hoor ik heel veel wedstrijden, dus ook KV Kortrijk als Mohamed niet geblesseerd is, als hij in de selectie zit, dan schakel ik altijd over naar de wedstrijden van Kortrijk. Ik vind het een prachtige club. Ik heb het verleden, ik ga heel ver terug in de tijd. Als jonge kerel kwam ik heel graag kijken naar KV Kortrijk toen de jongens als Hendrik Ruse, Anton Jansen en die categorie daar voetbalden. Dan reek met mijn vader vanuit Mol gewoon op een zaterdagavond naar Kortrijk om te komen supporteren zelfs van Kortrijk. Dus dat is wel heel ver en heel raar. En ik heb de club eigenlijk altijd blijven volgen. In een lang verleden had ik een heel goede relatie met Jean-Marc Grijze. De betreurde Jean-Marc Grijze die een aantal jaren geleden overleden is. Dat was in de tijd toen ik in de Vareur werkte. En ook in het verleden heb ik een aantal keren geprobeerd zelfs een hoofdtrainer te worden bij Kortrijk. Ik vind het een heel mooie club. Een club die verdient om het hoogste niveau in België te spelen. Toen als ze wegzakten naar derde klasse, zag het er even niet goed uit. En het is geweldig dat ze gewoon teruggekeerd zijn op het hoogste niveau. Nog één vraagje. Zie je jezelf nog een toekomst in het Belgische voetbal? Die droom blijft. Ik ben ervan overtuigd dat ik de capaciteiten heb om clubs als KV Kortrijk, Cercle Brugge, Waasland, Beveren naar een hoger niveau te tillen. Ik heb het regelmatig al gedaan in het buitenland, zowel op clubniveau als bondscoach. Die droom blijft. En ik hoop dat die kans ooit komt. Maar ik geniet nu ook van mijn job en ik ben niet desperaat, niet van hoop op zoek om die kans te krijgen. Maar mocht die kans zich in de toekomst voordoen, dan zal die zeker met twee handen grijpen.